van Race to Glory. Ik ben vandaag weer samen met Jelle, Joris, Jason, Brian en Sander. Yo! Hoi. Ik zet ze na deze wedstrijd even privé, want mijn telefoon moet opstarten. Oh, ja, crap, ik, ik vertel zo even de tussenstand, want ik moet even deze race natuurlijk wel goed rijden. Het kan zijn dat er straks even een kijker kijkt, maar als hij privé staat, dan kan de kijker het niet meer zien trouwens hoor. Dus de kijkers maken één race mee. Ik heb dus één race premium gezien. Dat is een premium. Zo! No. Oh, ik haal hem wel ooit! En daar was Joris getuige van. Hey jongens, mama en papa zijn Mario Kart aan het opnemen. Oh ja, dat is zo. Daarom waren ze zo boos. Daarom moeten we zo stil zijn. Oh ja, maar dat is voor vaders kanaal. Fuck! Ja. Maar ook game. Nee, dat kanaal dan. Ga weg, Joost Stink Zander! Ga niet op abonneren, want hij wil meer abonnees van ons. Timbo heet het kanaal. Timbo Rekenen! Dat is een rekenkanaal, maar hij gaat er nog geen zin op lopen. Oeh, Sander, goede woord. Mensen, ja. Zijn klasgenoten van hem hebben mij gekeken. Althans, hij maakt ook reclame voor mijn kanaal. Letterlijk. En ik heb een paar kijkers abonneren. We reageren dus. Ik heb de vader is meester. Met mijn klas. Oh, de brommer. Lekker! Hoe shit! Maar dit is niet even een race waarbij ik even mijn wachtwoord kan invoeren en dan even de tussenstanden kan bekijken, weet je? En dan moet je zo even. Ah, doe het weg! En net zo veel gezicht aan. Ik ben appel. Ik was op de wc. Lekker bezig. Waarom? En jongens, allemaal de rem pakken straks. Straks als jullie van de brug afkomen, moet je allemaal. Jongen, denk je dat ik jou ga geloven? Ik heb de rem gepakt. Ik heb het ook gedaan. Jongens, het maakt niet uit of je hem pakt of niet. Je gaat sneller, dus. Ja? Oh. Wauw. En jongens, mag ik de 4 puntjes hebben? Nee. We blijven toch de hele season, eerste en tweede, dus. Of ik nou nu 4 points krijg, ja, maar alsnog, ik ga vechten voor die 4 punten. Ik wil gewoon zo dicht mogelijk bovenaan komen. Ik wil ook wel stilstaan hoor, ik word toch niet derde. Lekker Sander. Ja, weet ik. Ik denk gewoon voor jou, hè. Ik wil je eerste worden. Later. Ja, ja. Oh, kut. Ik rem nog een even, ja. Ah, iedereen gaat met me mee! Ja, ik wil allemaal zijn naar jullie op de map. Echt een vies. Oh. Hey, alleen Jason komt nog in de buurt en de rest is echt vies ver achter. Lekker, Joris. Ja, kak. Lekker smooth bochtje, Jordi. Fuck, jongen, ik pak een paar keer de kant mee. Ik vind het gewoon vies te zweten, maar dan komt er dat ik gewoon een punt. Ja, maar Jason, heel misschien, jij kan nog derde worden. Ja, daarom. Dus jij moet daar gewoon. Kut, jongen. Ik slip elke keer. Ja, dat is mijn nadeel. Als ik niet slip, dan... Jongen, maar kan ik makkelijk geen voor. Gras. Ik pak ook geen gras. Maar waarom? Ja, je reed net door het gras. Geslipen. Zie je, kijk, dus nu slip ik weer weg met die bocht. Dank je, dat is dan weer inlopen. Kijk, normaal doe ik het altijd fout voor afremmen, alleen bij deze race is het gewoon goed om mee. Deze, ik sta 34 seconden achter Sander. Jezus man, dat is een Jordan. Zo. Jordi, doe even plus 4 puntjes, dankjewel. Als goed is het dan 26, 32 toch? Ja. 32 is het. Ik heb 32 punten, Sander heeft 26 punten, Jason heeft 8 punten. Ik heb min 1. Wie is derde dan? Vierde bedoel ik. Ik. Jij bent vierde. Vijfde. Doe het best nog knap. Ja, ik sta vierde. Ja, dan gaat hij finishen.
Nee, ja, ik ben leuk. Het. Oké, Joris heeft min 1. Joris heeft min 1 en Brian blijft op 2 staan. Oké, het nieuwe tussenstand, ik zal het eventjes opnoemen. Ik heb 32, Sander 26, Jason 8, Jelle 7, hey, Joris 6 en Brian 2. Ja, ik ben level up. Kak. Slecht voor mij. Maar jongens, dan gaan we zo naar de tweede race toe. Hey, Joris 7? Ja, Jordi? Hm? Heeft Joris een 7? Nee, 6. Oh, Jelle ook 6. Ik stond voor. Nee hoor, Jelle heeft een 7. Ja. Tussen Jason, Jelle en Joris is nog close. Daarna komt Brian, die zit er echt nog 4 punten vanaf. En tussen Jason en Sander, daar gaat het maar niet over hebben. 18 punten verschil. En ik loop nog eens 6 punten voor op Sander. Dus het is wel duidelijk wie de eerste en tweede staan. Hé hey, Jordi, doe kussen maar. Niemand heeft een custom panto hoor. Oh, jij toch wel. Fuck. Ik pak een panto. Je kan ook alleen maar een panto pakken. Ja. Nee hoor, ik kan mijn custom auto pakken. Nou, die mag je niet pakken. Nee, dat doe ik ook niet. Oh, echt, wie zijn custom panto heeft gepakt, is mijn probleem. Ja. Ik heb gewoon niet normaal. Ik had mijn panto gekozen! Wat? Wat? Hoe kan ik een panto pakken? Yes, ik heb een panto. Ik heb een panto! Ik kon alleen maar een panto kiezen. En jullie lopen met van die andere waggies. Jason heeft een custom. Ja, je kan me uitzending terugkijken. Ik weet zeker dat ik op een panto heb geklikt. Oh ja, dat is zo'n glitch van GTA. Brian heeft ook een Brioso. Dus dat kan ik niet zo doen. Ik heb geen custom. Ja, je hebt geen custom, maar je hebt wel een Brioso. Terwijl we zijn de panto. Ja, maar ik heb ook een panto geklikt. Ja, man. Ja, dat is ook wel een glitch. Kijk, bij Jason geloof ik hem, maar ik bedoel... Ja, maar wie... Volgende keer geloof ik jou ook gewoon niet, hoor. Is goed. Nee, maar ik bedoel, hoe de fuck kunnen jullie dat hebben? Het staat bij mij op uitzending, dat is niet leuk. Ja, dan... Nee, maar Brian zegt, gaat veel sneller als die van ons. Ja. Zeg maar, die eerste die Jason heeft, die is toch even snel. Maar Brian's auto gaat niet zo snel. Nou, het is jij ligt laatste, dus... Ja, weet ik, maar dat komt omdat ik gecrashed ben, maar ik bedoel... Die panto kan echt voor geen meter sturen! Ook remmen kan die niet. Heel erg, als aan de kant. Jawel, Jason, ik zie jou te snel. Hij is even snel. Ja, weet ik. Ja, ik word laatste. Ik krijg een minpunt. Gadverdamme. Ik ben zo... Ja, maar alsnog, jij komt dichterbij. Dat wil ik niet. Ik had een panto geklikt, maar ik kreeg hem easy. Echt jongen, die panto... Jordi, zou ik ook gewoon afremmen? Dat we nee, je hoeft niet af te remmen, want ik heb net ook niet op jou gewacht. Anders is dat niet meer leuk, Sander. Anders is Race of Glory leuk, Sander. Dan is het gewoon eigenlijk team. Broer, ik race niet zelf slecht. Wat is dit nou? Hoe kan? Ja, maar ik bedoel... Wij kunnen toch eigenlijk al niet meer ingehaald worden. Het is eigenlijk alleen een strijd tussen ons. Hé, maar dit zijn niet de enige aflevering die we gaan opnemen, hè? We gaan nog even door. Ja, dat weet ik. Oh, gaan we niet meer dan 15 rijden? Na deze playlist, zeg maar, dan gaan we nog een keer een andere dag opnemen. Ja, maar dan moeten we even door de opnames zijn. Oh, fuck. Dank je, Joris. Ja, maar dit is oneerlijk. Hoezo oneerlijk? Jij crasht! Ik was ook keihard. Mijn auto is even snel als die van jullie, hoor. Yep, ik heb hem net getest tussen met Jason. Maar die van Brian dan? Wij reden in, ja, die van Brian is sneller. Maar Brian die crasht hier ook, hoor. Ik weet niet, Brian is ook niet de beste. Dat zegt hij ook niet. Oh, sorry, wordt helemaal Brian laatste. Die crasht ook alleen maar ook. Ik ben de eerste. Nee, heeft hij laatst nooit gemaakt. Oh, Brian, gelukkig! Jordi, ik krijg geen punten. Jij bent wel slimmer dan Joris, Brian. Ja. Hey Jordi, jij kan een punt. Maar jongens, laten we dat van Brian laten we wel gewoon. Ja, want hij staat toch wel dik achter. Ja. Brian, die komt het niet weg. Brian heeft 6. Wie was voor? Wie was tweede? Ikke. 11. Joris. Niet kijken naar die custom, want het was een even 8. Snel. Dus eigenlijk heb ik helemaal Jelle.
Oh, Brian, ik niet zo'n visie. Ik kreeg 1 puntje erbij, want ik was 33. En Sander, niks. En Jellemin 1, toch? Ja. Oké. Okay. Er is nu de nieuwe tussenstand. Ik 33, Sander 26, Jason 11, ja, Joris 8, Jelle 6 en Brian 6. Nou ja, ik vind wel dat jullie een beetje op moeten passen met die punten, anders kom ik dichterbij. Ja. Ja. Maar Panto is niet mijn ding. Nee, maar ik bedoel, als jullie dit te vaak doen, dan lig ik gewoon tweede of eerste. Ja. Het is wel zo. Kijk, shit. Maar dat is de derde race dan weer. Ja. Ik zou de. Ik heb per ongeluk de video's vergeten privé te zetten. Ik zou het nou even doen. Dit is toch de laatste voor deze episode? Ja. Nee, nog eentje. Ja. Nou, deze ja, nog één. Ik bedoel, de race die we nu gaan doen. Oh. Dus de derde. Ja, ik, maar hij. Gaan we de vier dan? Ja. Oh, oké. En de laatste aflevering worden de 3 voor 4. Jullie pakken namelijk opnames. Ah, ik heb ook Zuiders gepakt, want ik vind de T20 te veel slippen. Oké. Okay. Maar dit is de T20 race. Ja. Maar als ik T20 neem, dan slip ik elke keer, dus... Ik kom hier wel goed weg. Samen met Sander. Ja. Ik weet al welke roze auto. Alleen die proto die gaat toch gewoon sneller, hè? Die proto van Jelle die haalde ons gewoon in. Het is gewoon sneu. Lekker jongens, wat een kakrace, hè? Die proto gaat veel sneller, man! Ja, weet ik, die proto die is heel snel alleen in de lucht gestart. Proto is de snelste auto van de game. Ja, jij is net weg, doei! Maar ik kan toch weer inhalen, dus. Echt niet? Ja. Lijkt net Suzuka, jongen. Dat Vettel ook niet op vandaag bij die interview. Oh! Waarom mag dat ook? Ik sta een seconde achter Jordi. Voor, sorry. Ik heb het gevoel dat we deze al hebben gedaan. Ja, die bocht was ook gewoon... Hij lijkt erop, maar het is een andere. Ja, maar... Oh, wij groundjes pakken nog mee, hè? Jawel, dat werkt wel. Jelle kent deze niet meer! Volgens mij werkt dat nog, nee, Sander. Nee. Hoe kan ik dit weten, man? Ik heb al 6 weken... Ja, deze race hebben we net nog gedaan. Maar ja, nee, die soort, niet. Want... Het is een andere. Nee, ja, man, niet. Ik loop wel wat uit, denk ik. Ja, ik loop een beetje uit. Ja, ik ben zo'n vervelend strontjong die de lantaarnpalen gaat ontbeuken. Wat, ja, ben ik? Nee, ikke. Oh. Ah, en daar staat een boompje. Leuk. Ja, Joris is precies hetzelfde als ik. Joris kan ook tegen die boom. Oh, kijk, dat boompje kan niet bewegen. Ik wel. En ja, wij wel. Dat boompje die staat daar gewoon te staan. Zo leeft hij zijn leven. En wij moeten maar rekening met hem maken. Dat hij elke dag wordt aangereden, dat is niet zijn probleem. Niet zijn probleem. Hij staat daar. Ik ben gewoon veel sneller dan een 220, hoort de Zetorno dat ook? Nee, Zetorno is sneller. Oh, hè? Maar, dat lijkt me logisch, want T20 is 1,5 miljoen duur. Ik slip door alles wat Jordi ook al slip. Nee, boom! Jordi, ik was naar kaart geslipt, hè. Oh, bijna ook die boom geraakt. Jordi, doe even 4 punten bij mij bij, dankjewel. What? Kijk, ik laat nu mijn controle los. Nee, Jordi is opgerot! Zo, de knetter, daar was dichtbij! Hoi, joh! Dat wat ik deed. Nee, ik en Joris kwam op het einde super dicht bij mij. Oh ja, ik liep mijn controle los voor de laatste 10 seconden. Ja, Brian, finish! Lekker. Oké. Okay. Joris 10, Brian min 1, 6, 5. Jelle, hoeveel ben jij? Ik ben 4 geworden. Oh, ik ben 4 geworden. En Jason dus 5. Ja, dankjewel, Jason.
Ik heb 10 punten, Jason 11 punten. Dit was de laatste race, toch? Of niet? Yes. Nee, nog eentje, zei je toch? Ah, nog eentje is of zo. Oh ja, de nieuwe tussenstand is nog eventjes. Ik 36, Sander 30, Jason 11, Joris 10, Jelle 7 en Brian 5. Ik boek maar al deze races, dus hier komen ze Jelle, in. Jelle, ik loop op je uit, man. Ja, maar ik heb ze gewoon in de playlist staan, dus... Jongen, ja. Zeg is niet nodig, maar probeer maar gewoon. Je hebt die aangedaan. Jason, je staat één puntje achter iemand anders, hè? Achter Joris. Achter? Voor? Oh, ik sta ja, 2 puntjes achter Jelle. Ja, maar ik oh nee, wacht 3, want ik heb min 1 en hij heeft er 2. Laat maar. Oh nee, wacht, hij heeft er 1, dus wel 2. Deze race ging hier gewoon niet zo goed, hoor. Want ik klapte tegen alles tegenaan waar jullie ook tegenaan klapten. Moet je maar niet pakken. Welke auto heeft heel veel grip? T20. Ach, ik zie wel welke auto ik heb. Kies maar vanzelf. Grote! Dank je, Jelle. Wie heeft Entity? Jitte de Apex, maar ho. Hey, wie heeft Entity? Ik denk Brian. Ik ga wel even kijken. Ja, ik waarschijnlijk. Ja, Brian. Ik heb iemand de computer laten kiezen. Hey, Boos. Maar Brian toch, ik heb wel, maar die auto van Jason is gewoon 10 keer sneller, jongen. Ja, dankzij Jelle, dankzij Jelle. Je hebt ook een keer T20 gepakt. Ja. Ik ben uit de bocht geslipt. Ja, je moet ook geen entity pakken, die slipt ook. Die entity is goed voor Walrijd. Yep. Maar ja, T20, ja. Zeg, Osiris heeft er nu wel... Joris is als hij moet slippen, doet hij nu. Godverdomme. Nee, Joris heeft altijd een roze auto, hè. Dan weet je gewoon dat Joris. Ja, en ik heb altijd krukkel hoor. Met Jordi. Ja, krukkel is wel mooi, hè? Ja. Hey, wie zit er bij mij mee? Wie maakt er wel van het feit? Ik niet. Hey, dat was ik, Jelle. Ik ben de proto. Ik ben normaal. Nee, maar Jelle gaat eerst, jongen, lol. Oh. Oef, ik zal niet opgeletten. Lololololololol. Had niet verwacht dat ik eerst zou staan, maar ja. Nee, nou, ik ga heel slecht, jongen. Ik ben een rij derde. En ik kan echt overal tegenaan. Maar nou, al de stinkjoers wonen gezin. Ik ga weer punten morsen vandaag, jongen. Nou, ja, ik ga je denken dat ik niet kan profiteren. Jelle, ik kom je halen. Ik ja. Shit, vangrail. Joris! Ik ben er precies in gekomen. Joris, zie je ook die vogel rechts? Nee, kut! Straf met misleiden, Jason! Nee, misleiden is geen strafpunt, want dat had jij ook gedaan. Ja, maar Joris slipte daarvoor er al uit. Hey Jelle, zie je ook die mooie boom? Hey, maar Joris, liegen is wel een mooi, strafpunt. Heel erg mooi, man. Ja. Mooi. Joris verloor gewoon de controle op zijn auto. Kijk, zoals ik doe. Ah, ik zie man. Je hebt deze afgeleid. Ja. Kijk, ik vind het wel een mooie berg hier rechts. Jij dan? Ik vind het echt kapot lelijk, man. Nou, Kijk. Ja, dat is wel echt ook... eerst te worden, hè, Sandy. Jezus, man. Weet je wat ik ook mooi vind? Dat ik je heb ingehaald. Ja. Oh, dit... Ik zie nog niet je vindt me ook echt helemaal niks, Sandy, weet je dat? Brian snapt niet waar hij hier ooit aan mee heeft gedaan. Brian, Joris, wat jij er voor ik doe het. Ik ga GTA doen. Maar hey, Brian, je doet in ieder geval je best, toch? Ja. En hij doet het in ieder geval beter dan voor iemand die echt de GTA niet doet. Ik? Nee, jij hebt no life gehad. Helemaal, ja, af en toe kan ik het zeggen. Nu heb ik Black Ops no life in Ark. Dus... Alweer? Ja. En Fortnite. Jongen, ik ben bijna level 1000, hè, rustig. Ja, dat snap ik, maar je bent op een Siege Master. Ik heb nog een keer op de set, hè. Ja, maar ik bedoel, ik moet nu weer dat we even gaan no life, omdat gewoon elke week ook weer een nieuwe double XP iets. Maar
als jij dan ga je Brian weer aansteken. Ja, maar ik gun het niet dat Joris mij weer inhaalt, maar ik snip de godgans tijd weg. Maar ik heb de hele tijd, als er iets uitkomt op GTA, ga ik GTA spelen. Moet je met FIFA-team wel goed? Ik heb een veel beter FIFA-team. Ik heb een veel beter team, Jason. Ik heb veel meer border spec dan jou. Nou, ik heb 2 border spec, dat was 1 keer Joris. Ja. Ik heb een 5 What the fuck, Joris? Jongens, wat kan ik voor jongens, zeg je één ding, ga. Jongens, ik snap echt vol die post uit, vol de berg op. Ja, zeker, ik heb hem bij, jongens. Jongens, ga vol gas van die berg op. Ik ga nog tweede. Ga vol gas van die berg op. Ik ben nog al niet doen, jongens, niet doen, niet doen. Waarom niet? Anders ben je net zo noob als Sander is. Dit is helemaal niet bij mij gebeurd. Nee, jammer genoeg niet, nee. Nee, dat ben je net zo noob als mij, want ik ben er wel op. Of was het op de snelweg, Jelle? Ja, houd je wel, man. Ach, ik ben echt nog. Ik ben wel ingelopen op Jelle, jongen. Hij gaat alleen maar afleiden en weet niet meer hoe te doen. Wat is gewoon leuk. Heel leuk. Net zoals de lucht, dat is ook gewoon mooi blauw. Ik heb deze race specials. Dat nee! Ik zit in de laatste bocht fucking weg. Oh, ik had bijna Jelle nog gepakt, jongen. Let's go, boy. Hashtag genaaid worden. Wacht even, jongens. Jongens, ik ga even wachten. Tweede plek. Jason, wil je voor? Jason, wil je voor? Tweede plek in de house. Nee, dat krijg ik niet. Tweede plek. Tweede plek. Hey, maar nog meer voor plek. Joris, hè, Jordi? Dat is waar. Ah, oh, jammer dat hey, Joris je kon het eerst halen als ik er niet was. Ja, jongen, wat doe je allemaal, jongen? Brian, laat lekker me. Bezig. Brian, je kan het niet meer halen. Ga gewoon naar links rijden. Ga gewoon keihard die bocht in. Kijk. Ga je nog proberen? Je kan het toch niet meer halen. Nou en? Het is leuk om te proberen. Fortnite. Ja. Oh ja, we gaan Fortnite, hè? Nee, nee jongen. Nee, moeten nog 3 races nu. Nog 1 episode. Oké, okay, de nieuwe tussenstand is ik op 38, Sander op 34, Jason op 12, Jelle op 10, Joris op 10 en Brian op 4. Yeah. Joris, come back. Ik ben al voor up, jongens. Dat is ook alweer een maand niet meer gebeurd. Yes. Nee, mensen, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op Dutch Gaming. En dan check ik jullie bij een andere video. Ja. Laat, mensen. Ciao.